Play 4 kondigde deze week een opvallend nieuw programma aan. Dat is Dikke Liefde. In het realityprogramma gaan vier koppels met een maatje meer de strijd aan tegen hun ongezonde gewoonten. Chloe, wat weten we al over dat programma? In Dat is Dikke Liefde proberen de vier koppels hun gezondheid, relatie en seksleven een nieuwe boost te geven. Daarvoor krijgen ze de hulp van seksuoloog en psycholoog Lotte van Wezemaal en van arts en levensstijldeskundige Servaas Bingé. De koppels voelen zich niet meer goed in hun vel, waardoor ze zichzelf, maar ook elkaar uit het oog dreigen te verliezen. De koppels roepen daarom de hulp in van experten, omdat ze er echt iets aan willen doen, maar daar op eigen houtje niet in slagen. Het lijkt me wel een programma dat nu aan veel reacties zou kunnen uitlokken. En dat is ook zo, hè? Ja, naar aanleiding van het programma is activiste Marijne in haar pen gekropen. Ze deelde op haar Instagram-pagina Pizza Horror een bericht gericht aan alle mediahuizen, maar specifiek aan zender Play 4. Koppels met een maatje meer verdienen media-aandacht, ook wanneer het niet om afvallen draait, vindt ze. Maar Marijne heeft zelf het zogenaamde maatje meer en vraagt zich af waar dergelijke programma's over slanke personen zijn. Is dat misschien niet interessant genoeg, vraagt ze zich af. Teren we als maatschappij op het leed, zwoegen en zweten van personen in een voller lichaam? Waarom wordt er telkens een leidersweg getoond van dikkere mensen in plaats van hen te vieren? Waarom moeten dikke mensen eerst afvallen vooraleer ze media-aandacht verdienen, klonk het. En komen er ook veel gelijkstemmende reacties op het bericht? Ja, het bericht werd al meer dan 1000 keer geliked en veel mensen reageren ook even verontwaardigd op het programma. Ik begrijp dat echt niet dat zo'n programma nog gemaakt kan worden. Lees bijvoorbeeld, iemand anders zegt dan weer, ik voelde tijdens het zien van deze reclame zowat alles tegelijkertijd, boosheid, tristesse, vermoeidheid. En ook over Lotte van Wezemaal zijn veel mensen niet te spreken. En wat schrijft men dan over Lotte? Ja, Marijne merkt in haar bericht op dat Lotte eerder dit jaar zelf gebodyshamed werd via sociale media. Dat gebeurde tijdens Dancing with the Stars. Lotte kreeg veel berichten en reacties over hoe ze was aangekomen. Lotte reageerde meteen via haar sociale mediakanalen. En dat Lotte nu zo'n programma maakt, begrijpen veel mensen niet. Echt bizar dat Lotte van Wezemaal hier aan meedoet. Als slachtoffer van bodyshaming nu zelf koppels aanzetten tot gewichtsverlies om zogenaamd hun relatie te verbeteren, lezen we. En wat vreemd dat iemand die opkwam tegen bodyshaming meedoet aan zo'n programma. Ook wel teleurgesteld in Lotte. Van haar had ik dit echt niet verwacht. Laat iemand anders ook nog weten. Heeft Lotte zelf al gereageerd op het programma of op de kritiek die ze krijgt? Ja, ze verdedigde zich enigszins al in de aankondiging van het programma. Ze zei, ik kreeg zelf al vaak te maken met negatieve commentaren over hoe ik eruit zie, dus ik herken me zeker in de kandidaten, zegt ze. Ze maakt ook duidelijk dat de kandidaten in het programma zich niet goed voelen bij een maatje meer en dat het 100% hun eigen keuze is om er iets aan te doen. En donderdag reageerde Lotte in de Koek en Vrulst-show op de kritiek die ze heeft gekregen, die het programma heeft gekregen. We doen dit echt wel met goede intenties. Het programma op zich is veel breder dan wat er nu allemaal verschenen is, zei ze. Ze vraagt iedereen dus om het programma af te wachten voor er kritiek wordt geuit. Het programma heeft dus alleszins al heel wat reacties uitgelokt nog voor het van start is gegaan. Bedankt Chloe om deze informatie al met ons te delen.